Vandaag heeft al het personeel van GVB tot 8:30 gestaakt. En dat hebben ze gedaan omdat het kabinet plannen heeft die uiteindelijk zullen leiden over een jaar of 2-3 tot 40% minder openbaar vervoer. Hier in Rotterdam, of hier in Amsterdam, in Rotterdam en in Den Haag. Ja, dat zien wij dus totaal niet zitten, want dat betekent dat we over 3-4 jaar overvolle voertuigen hebben. Mensen die niet meer mee kunnen, delen van de stad die gewoon onbereikbaar worden. Plus dat er op dit moment in Amsterdam alleen al 1400 arbeidsplaatsen op de tocht staan. Dus 1400 mensen die straks de baan kwijt zijn. Nou, dat wensen wij niet te accepteren, vandaar dat wij vandaag in de ochtendspits gestaakt hebben. Ja, voor ons is er maar één oplossing en dat is dat het kabinet die plannen terugtrekt en iets anders gaat bedenken. Maar geen bezuiniging op het openbaar vervoer, want daar is iedereen van afhankelijk. Oudere mensen, werkende mensen, studenten, iedereen maakt graag gebruik van goed openbaar vervoer. We hebben hier goed openbaar vervoer en dat willen we zo houden.